En oh, ja. Pas op het bier! Oh. Toast! Oh, oh nee! Bier! Oh, nee. Ah, ah, wat is er? Wat is er? Oh, nee! Wat is er? Baby, kom, we moeten gaan! We moeten ook beginnen! Nee! Nee! Nee. Oh. Nou, oké, okay, dan. We kunnen alleen het pad vervolgen. Gerard! Hij klinkt als opa Gerard! Opa Gerard! Ja. Oh, mijn god, Toos. Dat meen je. Kijkers, leuk jullie kijken naar deze nieuwe video. Mijn naam is Henkie en oh, ik ben nog steeds een beetje verdrietig. We zitten nog steeds in de isoleercel sinds de vorige video. We hebben geprobeerd te ontsnappen. Oh, wat een enge belichting trouwens. Henkie! Hé, hey, joh, wacht! Rustig even! Henkie, jij moet eruit! Nee! Zijn de deur blijven staan! Ja, je ogen zijn dicht! Doe je ogen eens open! Ik heb er een hulp in mijn ogen, nee. Moet eruit! Geef me twee seconden, oké? Okay? Heel eventjes. Iets langer. Geef me even één minuutje, oké? Ik heb het niet verstaan. Wat? Eén minuut, oké? Eén. Nee. Niet tellen. Twee. Nee, niet tellen. Geef me oprecht even één minuutje. Oké. Okay. Zoals jullie zien zit ik nog steeds vast in de isoleercel. Ik kan jullie wel even laten zien wat er vorige keer was gebeurd. Nu gaan we ontsnappen. Nu is het voorbij. Gerard, rennen. Doorrennen. Je bent snel genoeg. Gerard, het gaat wel met je. Oh, weet je wat? Ik laat je deze keer echt achter. Gerard. Waar is Gerard? De classified information. Classified, maar waar is hij? Dat is in het ziekenhuis. Au, oh, jullie hebben het gezien, kijkers. En het is zo zielig wat er met Gerard gebeurt. Henkie, die minuut is wel voorbij. Nee, nog 10 seconden ook. Nog 10 seconden. Nee, 10 seconden. Ik ben bijna klaar. Ik heb natuurlijk gewoon de sleutel. Je hebt de sleutel, waarom doe je gewoon niet de deur? Maar geef me alsjeblieft nog 10 seconden. Henkie. Ja. Je bent vrij. Je borger is betaald. Uit de isoleercel. Uit het hele gebouw. Henkie, je gaat naar buiten. Mag ik naar huis? Ja. Oké, geef me 10 seconden, dan ben ik klaar. Ik moet even mijn spullen pakken, oké? Oké. Dankjewel. Nee, niet tellen, niet tellen. Stop. 10 rustige seconden, oké? Okay? Zeg nou niks. Hey, kijk, er is ontsnapt een gevangene achter je. Achter je. Maar voordat deze video begint, abonneer allemaal zeker eventjes. Reageer dat je bent geabonneerd en dan geef ik jouw reactie een hartje. We hebben bijna de 130.000 abonnees. Ah, we zijn er zo dichtbij. Dus jongens, we kunnen het allemaal. Deel het even en abonneer. En dan zijn we bijna klaar. Nou, meneer de bewaker, ik ben er helemaal klaar voor, hoor. Dimitri, hey, hoe is het? Au! Dimitri! Nee! Dimitri, wat heb je gedaan? Oh, ik ben wakker, ik ben klaar, maar... Dimitri, wat ben je? Dimitri! Ik snap er helemaal niks van, wat is hier nou aan de hand? Ik ben... Ik ben klaar! Ja, dit is wat... Ik ben vrij, dit is illegaal! Oh ja! Ja, dit is illegaal! Deur open! Ja, geen zorgen, wacht, zou ik hem duwen? Naar achter! Nee, ik duw wel! Ik duw aan de kant! Ik duw wel! Zo, hoppakee. Dus... dat is illegaal, niet doen. Wie heeft mijn borg betaald? Stop. Dansen. Ja, stop. Dat is illegaal. Ik ga dit zit niet deze deur open. Ik ga dit rapporteren aan Zen. Oké, okay, je mag even daar tekenen met je naam alles. Wie heeft betaald? Weet ik veel. Oké, het zal wel. Ik betaal wel. Sowieso wel zien. Ik ga even de andere prison guards erbij halen. Ja, prima. Kan je Storm en Cadet ook voor me halen? Wat? Storm en Cadet. Ja, top. Cadet. Maakt niet uit. Oké, kijk eens, want ik wil namelijk nog even aan Storm en Cadet vragen wat er precies met Gerard is gebeurd. Dat is al echt... Ik ben zo ontzettend benieuwd. Ze zeiden namelijk dat hij... Ik weet niet meer precies wat ze tegen me zeiden, maar ik heb dat Gerard het achtergelaten tijdens de ontsnapping en dat is niet helemaal goed geëindigd volgens mij. En hij was ook niet meer in zijn cellencomplex. Misschien heeft Gerard wel... Jongeman, hallo! Oh, nee, geen lunch! Ik wil vergeet geen... Vergeet je blote lommel nee, er niet! Nee, hallo. Nee, geen lunch! Ik hoef niet. Nee? Ik zit geen vol. Lunch? Ik zit vol. Maar, ik heb al... Hier, nee, hallo! Nee, ik hoef niet. Nee, ja, stop. Doei. Nee, ik zeg toch nee. Nee, die stomme machine niet altijd met de lunch. Ik ga weg hier. Ik hoef helemaal geen veel te overdaten brood meer. Ah, oh, gadverdamme. Zo, en dan ben ik hier een van alle geheimen van... Links! Links! Cadet! Storm! Links! 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 Stop, ik ben vrij! Ik mag naar huis! Hoi. We kunnen nog even dat zeggen. Ja, nee, ik heb nog een aantal vragen voor jullie. Ja, vraag 1. Zeg het maar. Cadet was het toch? Oh, ja.
Ja, nee, dat was Kanet. Oh, dat is Kanet. Ja. En jij was Storm? Ja, ik ben Storm, ze ben geleider. Auw, maar wat is er nou precies met Gerard gebeurd? Want hij was niet meer in het cellencomplex, ik kon hem niet meer vinden, ik heb niks meer van hem gehoord. Opa Gerard. Gerard Boersma? Ja, Gerard Boersma, ja. Ik heb het niet tegen jou, ik heb het tegen Kanet. Auw. Dus Kanet, Gerard Boersma, toch? Die hele oude vent. Ja, weet je wat ik wil. Ja. Ziek, 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 man. Ja, een beetje zieke man. Maar waar is hij? Ja, maar weet je wat het is? Dat is allemaal een beetje geheim eigenlijk. Dat is geheim. Ja, maar hij ligt op sterven, ik moet het weten. Nee, hij ligt niet op sterven. Hij ligt op sterven. Nee, hij is onderzocht. Hij is onderzocht? Meer kan ik er niet over zeggen. Yeah. Maar waar? Waar is hij onderzocht? Mogen we dat zeggen? Nee. Nou, houd het op. Nou, ik wil het zo graag weten. Ik kom wel achter. Wacht, ik heb een raadsel voor je. Ja, maar waarom zeg ik niet gewoon? Nee, ik heb een raadsel voor je. Nou? Oké. De zee is er te ruiken. De zee is er te ruiken. Wacht. Dit schrijf ik op, oké? De zee is er te ruiken. Ja. Op de parkeerplaats staan ook struiken. Op de parkeerplaats staan ook struiken, oké. Je komt er alleen maar met een pasje. Maar misschien ook wel als je bent van een wasje. Als je bent van een wasje? In de ochtend eet je pap. In de ochtend je kan hem vinden bij het lab. Oh. Oké, dat heb ik opgeschreven. Dankjewel, Storm. Dan wil ik nu graag naar buiten, want ik ben vrij. Ik mag naar huis. Oh. Ja, ik ben vrij. Nou, kom maar mee dan. Ik ga voorop. Jij in het midden, Kanet achterop. Links. Links. Je moet ook rechts zeggen. Links. Je weet niet zo goed, Rechts. Stop. Waar is Jen? Jen? Ja? Dood. Wat? Nee, helemaal niet. Oh, even kijken, wacht. Er staat de politieauto daar. Storm voor Jen. Pas op dat je niet op Kanet schiet. Ja, nee, dat komt goed. Hoe heet je? Ja, Jen. Met mij. Ja, met mij. Ja, je moet even erin gaan komen. Ja, nee, je staat niet meer te wachten. Hoe heet je eigenlijk? Oh ja, ik heet Henkie. Was het Henkie Jotter? Ja, nee, hij heet Henkie. Ja, hij wacht op je. Oké. Is het geregeld? Ja, dat was het. Nou, ben je nog een appje aan sturen? Ja. Nou, moeten we nu niet rennen? Ik zag een duif. Duif! Nou, dat duurde wel even. Nou, de duif is dood. nou gaan we. Wie heeft mijn borg betaald? Ja, dat weet ik ook niet. Dat weet je ook niet. Wacht, deze we hebben hier geen sleutel van. Ja, die heb ik. Maar die heeft Sam. Nee, helemaal niet. Oké. Kom maar. Nou, dan is het de volgende. Die heeft Sam. Oh, deze heeft Sam. Ja. Dan moeten we even wachten op Sam. Ja, we wachten. Nee hoor, ik heb de sleutel. Hij heeft die sleutel. Verdomme zeg. Nee, de volgende dan. Alleen Zen heeft deze sleutel. Alleen Zen heeft die. Volgens mij is Zen hier. Oh, ik ga wel even kijken. Kan jij even kijken of Zen daar is? Zen! Hey Zen! Zen, er staat iemand buiten voor te wachten. Ja. Wil je naar buiten? Nee, ik ben één met het hout. Ja, ik ook. Kanet, lukt dit? Of Storm, lukt dit? Wacht nou even. Kanet, buiten blijven staan. Wacht even. Ja, Kanet staat hier ook te wachten. Wie staat er dan buiten? Ja, die ene leger-event. Henkie, ik ben vrij. Ja, Henkie, die is vrij. Kom naar deze. Oh, dat werd een steed. Schiet nou eens op. Ja, schiet nou eens op, Jos. Oh, hey, Sam. Hey. Hallo. Hey, met het hout. Schiet nou eens van het hout af. Ik voel me fijn op het bureau. Ik mag naar huis. Kan je de deur voor me open doen? Ja. Ik heb alle informatie al ingevuld. Of kan je de sleutel niet gewoon naar Kanet of aan Storm geven? Nee, ik heb alleen de sleutel met mijn... Oh, we blijven zen. Ik kom eraan. Oké, prima. Zen. Ben je er klaar voor, Zen? Ja, kom. Afstand van de deur alsjeblieft. Ik hou afstand van de deur. Doe jij me open. Doe hem nou open! Zen, doe hem nou open! Zen! Oh ja, goed wat zo. Wat zeg jij? Nee, niks aan de hand. Altijd Zen. Ik ben wel Zen van deze ervaring. Kanet, moet jij niet naar Storm toe? Nee, ik moet poepen. Kanet, kom hier! Hallo, hey, Kanet! Hij roept je, maar blijf altijd Zen. Blijf Zen, Kanet. Tot de volgende keer, Kanet. Nee. Zeg, doe de groetjes aan Storm. Ja, goed, Strak. Oh, nou, dankjewel. Oké, Zen. Oh, wat een aardige man. Wat een aardige man, die Kanet. Mag ik naar huis? Dag, Kanet. Mag ik naar huis, alsjeblieft? Ik ben in de gevangenis helemaal zat. Maar je moet heel even nog op de stoeltjes gaan zitten om te wachten op degene die jou opkomt halen. Oh, nou Zen, ik wil jou in ieder geval een knuffel geven. Alsjeblieft, dankjewel voor deze Zen-ervaring. Zen, kom dat terug!
Nou, ik ga wel gewoon op deze stoeltje zitten wachten dan. Nou, ze zeiden dat ik moest wachten op mijn, vervoer. Degene die me op zou halen. Ik weet alleen niet wie dat is. Ik zie daar wel een mooie auto staan. Maar die herken ik helemaal niet natuurlijk. En ik zie een kip lopen. Waarom zie ik een kip lopen? Oh, nee. Hoi. Toos, heb jij mijn borg betaald? Borg? Heb jij? Mag ik naar huis? Doe jou. Ja, nou weet je wat het was? Nou, kom maar door trouwens. Wacht. Oké. Okay. Goedendag, heren. Moet ik nog ergens tekenen? Er is daar niemand. Oh, nee. Ik druk wel even op belletje. Dan druk jij maar even op belletje. Ding dong. Ik maakte hem even zelf. ja, dat hoorde ik. Henk, ik heb je gemist. Mag ik naar je toe komen, Toos? Nee. Waarom niet? Ding dong. Er komt niemand. Er komt niemand, Toos. Nog één keer proberen, ja. Doe nog maar. Ik wil gewoon naar huis. Ding dong, 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 ding dong. Zo, degene die op het belletje klinkt de hele tijd, even binnen stoppen alsjeblieft. Dankjewel. Toos, hoor je dat? Even stoppen. Oké. Sorry. Ik kom er nou gewoon aan, oké? Ik wil gewoon naar huis. Kom maar. Ik ben gewoon helemaal zat. Waarom ging het belletje af? Ga nog eens. Ik heb niks op zak, hoor. Oh, echt wel. Ik heb niks. Wat heb ik mogelijk op zak? Hier, ik heb letterlijk... Ik heb niks op zak. Echt wel, blijf maar wel. Toos, dat maakt niet uit. Ik mag naar huis. Ik mag dingen op zak hebben. Ik ga naar huis. Ik wil gewoon... Ik liep niet eens door het ding. Nee, je deed mijn arm er doorheen. Kom, we gaan. Stop nou! We gaan niet naar huis. Waar staat je auto? Ik kom van de Himalaya gebergd af. Wat heb je allemaal gedaan? Op vakantie geweest. Naar wat? Wacht, kom maar kippetje. Kom maar. Kippetje? Kom maar, stap maar uit. Kippetje, dit is gek. Er zit een kip in je auto. Waarom heb je een kip met een mes in je auto? Ja, ik dacht ik moet een plek hebben om daar te bewaren. Er steekt een mes uit zijn kont. Kom hier. Hey, blijf staan. Toos! Je hebt je kip vermoord. Waarom heb je de kip en waarom is hij dood? Salut voor de kip. Hoe kan de sneeuw hier nog op je auto liggen? Ja, snap ik. Het was heel koud daar. Ja, maar hier is het niet meer heel koud. Het gaat hier binnenkort pas sneeuwen. Toos, je moest daar naar rechts. Toos, stop! Toos, pas op! We zijn er bijna, we zijn er bijna. Waar zijn we bijna? Ja, waar moet je eigenlijk heen? Ik wil gewoon naar huis. Ik ben het zat. Ik ben er helemaal klaar mee. Ik ga zo nog even naar Gerard toe. Je weet dat Gerard die zat ook in de gevangenis, hè? Ja. Maar Toos. Ja. Gerard die is een beetje vermist. Ja, in de gevangenis zit hij. Nee, hij is ook niet meer in de gevangenis. Ik heb het aan Storm en Kadet gevraagd. En ja. Oh, pas op, het bier! Toos! Oh nee! Bier! Oh, nee. Oh! Toos, wat heb je gedaan? Oh, wat erg dit, nee. Zeg. Toos! Oh, wat een... Oh! Ik zag twee bieren, broodjes. Nou, deze bier zou ik geen broodjes meer zien smeren. Oh, Toos, doe nou niet. Hij is al dood, Toos. Stop! Neem een stukje vlees. Toos, stop! Oké. Kom, we gaan verder. Sorry, bier, dat is jou zo overkomen. Sorry, bier. Oh, hij bewoog. Oh! Toos! Ik zag het niet gebeuren! Dat is heel jammer! Dat is jammer! Het gaat al met je. Ja, dat je het niet zag gebeuren. Oh, nou, kom, we gaan in ieder geval naar huis. We gaan in ieder geval naar huis. Kom, ik ben het helemaal zat. Nou, naar huis, ik moet je even over Gerard vertellen. Waar ben je? Oh, je stapt al in de auto. Dag, Peer! Tot de volgende keer! Oh, hij staat op rij! Rij, Toos! Oh jee! Oké, maar Toos, ik heb van Storm en Kadet gehoord dat... hij begint te rennen, die beer. Hij is behoorlijk snel pas op. Maar ze zeiden, er was een raadseltje en ik heb het opgeschreven. Kan je het even voor me voorlezen wat die precies zijn? Oh, wacht even hoor. Ik kan je handschrift niet zo goed lezen. Nee, hij zei iets met... Zeem, ruik. Je kon de zee... Nee, ik zat al voorlezen. Zee? Ja, de zee. Ruiken. Je kon de zee ruiken. Er zijn struiken op de parkeerplaats. Nee, dat staat er niet. Nee, zoiets op is het. Op de parkeerplaats zie je struiken. Op de parkeerplaats zie je struiken. En je kan de zee in de buurt al ruiken. Weet nee, je? Andersom. Ja, andersom. Maar dat maakt niet uit, Toos. Het gaat erom. Hij is op een plek waar we de zee kunnen ruiken. Waar de struiken op een parkeerplaats zijn. Je kan misschien pap eten. En hij zit in een lab. Nee, maar er staat nog meer. Ja, maar ik kan het niet meer lezen. Wat? Wat staat er nou? Ja, moet ik even heel goed kijken hoor. Je hebt echt een lelijk handschrift.
Ja, sorry. Maar waarom, waar gaan we nou heen? Naar mijn huis. Wacht trouwens, stop maar even. Stop. Nu we toch bij de politie zijn, wil ik gelijk aangifte doen dat Gerard vermist is. Oh ja, maar dan moeten we het raadsel wel voor kunnen lezen. Ja, dan zou ik het raadsel even ontrafelen. En dan lees ik hem voor. En dan lees ik hem voor. Je bent echt koud, hè? Ja. Yeah. Dat komt door dat sneeuw af. Pas op nou, Toos! Ja, ik was in de Himalaya. Oh, nou, ik ga het wel. Ik ga erachter komen. Je kunt de zee wel ruiken, de parkeerplaats aan struiken. Ja, en iets met pap in een lap. Ja, dat klopt, maar er staan nog twee zinnen. Ja, even kijken. Ja, er staan inderdaad nog twee zinnen. Maar wat zei die nou? Ik kan het niet lezen. Ja, ik was er niet bij. Oh, ik kan het. Oh, ik snap het, ik weet het alweer. Het was je combine met een pasje, maar misschien ook wel met een wasje. Snap je? Nou, die snap ik niet. Nee, weet je wat? Wacht jij maar in de auto hier. Ik ga het even snel regelen en dan kom ik weer terug, oké? Ja. Ja, is prima. Oké. Dit moet. Oh, ik weet het. We gaan er weer redden. Oh, nou, Frenkie is natuurlijk dood en al andere zijn Hoe denk je? Wat doet een Wat gebeurt hier? Oh, nee, pak hem! Wie is dit? Agent! Nee, yeah. Pak hem! Stop! Oh, je bent een agent, je kan die beer toch wel aan? Beer! Kom mee! Nee! Hey, kom! Wie ben je? Wat is je naam? Nou, pak hem! Goed zo! Show. Steek hem neer, pak hem dood! Steek hem neer! Pak hem, pak hem! Hoe komt de bier hier binnen? Hallo, ja. Oh, Gerry. Ja. Gerry. Ik wil aangifte doen. Zo. Ja, ik ook. Hij krijgt spartelingen. Is hij dood? Ja. Hier, Steve. Ja, voor mij wel. Oké. Ja. Ik wil aangifte doen. Ja, kom maar mee. Oh, we gaan in kantoor. Oh, we gaan in kantoor. Oh, die bier. Goed, je wil aangifte doen. Ja, ik wil aangifte doen. Waarvan? Nou, Gerard is... Gerry is vermist. Nee, ik sta hier. Nee, andere Gerry. Gerard, opa Gerard. Zit dat dan meteen? Ja, dat zei ik. Oh ja. Gerry, kan je Gerry helpen zoeken? Ik heb een raadsel. Je hebt... Een raadsel. Ja, ik heb een raadsel, ja. Schrijf maar. Ja, zeg het maar. Oké. Wat was het nou? Kan ik jou niet gewoon mijn papiertje geven? Nee. Oké. Het raadsel was... Ja? Je kan de zee ruiken en op de parkeerplaats staan... Wacht even. Je kan de zee... Kan ik je echt niet mijn papiertje gewoon geven? Ruiken? Ja. En op de parkeerplaats staan veel struiken. Op de parkeerplaats... Keer. Oh, verkeerd. Oh, nee. Plaats. Ja? Staan veel struik. Pas niet. ja, dat moet je streken. Zo, ietsje eronder. ietsjes eronder, ja. En toen. En nee, toen. Nee, dat staat er niet op. Oh, wel. Dan kras ik het even. Oké, kras dat maar door. Oké, en toen. Ja? Je kan erin met een pasje, maar ook soms met een wasje. Wasje, ja. Ja, en toen in de ochtend eet je vaak pap. In de ochtend eet je vaak pap. Oh, pap, ja. En hij is in een lab. Oké. Ik heb hem. Je hebt hem? Je hebt alle informatie? Ja. Oké, maar waar is... Nee. Nee, alsjeblieft, zeg niet. Vermissing, toch? Ja, vermissing. Van Gerard. Van Gerry. Boersma. Gerry Boersma. Sinds wanneer? Sinds gisteren? Gisteren. Oh, oké. Welke dag is het vandaag? Vandaag is het vandaag. En gisteren was het gisteren. Oh ja, datum gisteren. Oké, dan mag u hier even tekenen. Waar? Ja, oké, prima. Ja, dat zou ik doen. Ik teken. Wat moet ik tekenen? Ik teken wel een donut. Zo. Dankjewel. Dan heb ik alleen nog je naam nodig. Nee, dat gaan we niet doen. Oké, Henkie. Naam? Henkie. Oh ja, Henkie. Henkie. Met een Griekse ei? Henkie, nee. Het staat letterlijk op mijn pak. Henkie. Gewoon E-I-E. Nee, oh nee. Wat? Henkie met I-E, niet E-I. Ik snap het. Henkie. Henkie. Oké. Henkie. Henkie. Nee. Stop. Ja. Ja. Weet je wat ik altijd al heb willen doen? Nou? Mee bij je vermissing. Nou? Mee bij je vermissing. Oh. Je wil mee bij je vermissing? Ja. Oh. Dan mag je toch mee. Maar waar moeten we dan heen? Want jij bent, jij bent een regisseur, dat weet je toch wel? Nee, ik ben geen regisseur. Oh, je bent een agent. Ja. Oh, maar waar moeten we dan heen? Want ik heb je het raadsel gegeven. Dan moet je toch wel iets hebben. Nou ja, dat staat er toch. Wat dan? Nou, bij een parkeerplaats met veel struiken. Ja? Dicht bij de zee, in een lab. Ja, waar dan? Nou, bij het lab. Ja, welk lab? Nou vind ik dat je moeilijk doet. Zo moeilijk. Ik vraag gewoon welk lab.
geen idee. Weet je wat? Ik heb denk ik al een idee. Er is volgens mij één lab in deze hele wereld hier. Ja, de wereld is mooi. Ja, nou, zo kom even. Mooi, kom, zo kom, mooi. Kom maar, Gerard of Geri. Bibaboe. Wat doe je nou? Oké, we gaan mee op avontuur. Ja, we gaan de stoel. Waar is de beer? Waar is de beer? Geri, waar is de beer? Geri, waar is... Oh, hij is daar. Oké, we gaan hier... Onder de boog! Nee, niet doen! Doe dat niet! We gaan er heel voorzichtig langs. Oké, maar dan doe ik hem weg. Oké, we gaan sluipen. Nee, je moet wel een beetje doorlopen. Kom je, Geri? Ja, maar ik ben nog wel vergeten. Nee, kom terug, Geri! Hij staat! Geri! Nee, Geri, kom, we moeten gaan! We moeten zo beginnen! Nee! Geri! Ah, nee! Toos! Toos, we moeten gaan! Toos! Ik wil niet ineens! Ik wil Toos rijden! Toos! Waarom is die beer zo snel? Toos! Waarom zijn wij zo traag? Weg hier! Die beer heeft dinges vermoord! Oh, Geri! Die beer heeft Geri vermoord! Is Gerard dood? Nee, niet opa Gerard! Agent Geri! Oh, dat maakt niet uit! Nee. Oké, maar ik heb een idee. Ik heb een idee waar opa Gerard kan zijn. Nee. Ja. Nee. Ja. Nee. Ja. Nee. Ja. Nee. Ja. Ja. Shit. Wat? Ik ben mijn schoenen vergeten. Waar? Je bent de politie begonnen. Hoezo liggen je schoenen daar? Ja, ik had ze even uit. Ik had steekvoeten. Laat je schoenen. Die zijn waarschijnlijk al opgegeten inmiddels. Laat die schoenen voor wat het is. We gaan door. Ik heb een plek. Ik zet een navigatie, oké? Oké, Toos. En dan is het de eerstvolgende afslag naar rechts. Oké. Ik denk namelijk, als ik het raadsel hoor... Want dit is in de buurt van de zee. Oh, pas op voor het bordje. Oh, pas op voor dat bordje. Hier naar rechts. Want we zijn in de buurt van de zee. Er is hier een parkeerplaats waarschijnlijk met struiken. Je kan hier alleen in met een pasje. Maar ik heb een wasje, dus ik kom er ook in. Oh. Ja, en het is een lab. Maar de pap snap ik nog niet. Nee, ik ook niet. Nee, dus laten we maar even naar de ingang gaan. Oké, Humane Labs and Research. Daar zijn we, Toos. En ik heb een wasje, dus ik ga het wasje even laten zien, oké? Ja, laat me zien. Ja, ik heb het wasje hier voor ze. Kijk, hier, hoppakee. Nou, Toos, rij maar door. Rij maar door. Zo, nou dan kan ik het wasje weer in de auto stoppen. Hoppakee. Ja, nou, het wasje werkte daadwerkelijk. Dat had ik niet verwacht, eerlijk gezegd. Nou, nee, ik ook niet. En dan hier naar links. In moet je volgen. Daar staat geen enkel bosje. Er staat hier inderdaad alleen geen bosjes. Nou, dat vind ik dan wel gek. Ik zou niet het dan wel zijn, maar kijk hier links. Daar is de zee. Daar rechtdoor bedoel ik. Oh, wow. Ja, oh, daar is inderdaad de zee. En kijk, hier zie ik rechts een paar bosjes. Dus ja, hele kleine struikjes. Oké, Toos, ik denk dat Gerard hier is. Oké. Nou, dan zie ik je zo. Nee, je moet wel mee naar binnen. Ik durf niet alleen. En het gaat om Gerard, hè? En dat is jouw... Wat is Gerard? Toos, heb je nou daadwerkelijk geen schoen aan? Dat vertel ik toch. Ja, maar waarom neem je je schoenen nou uit daar? Ja, ik had steekvoeten. Nou, kom maar mee. Oh, ik ben zo bang dat we... Een vogel. Toos. Wat doe je nou? Niet bewegen. Wat maakt het nou uit? Het is Dit maar een vogel. Dit is een dinosaurus. Dit is een vogel. Pasje. Oh, ik heb het wasje. Ik heb een wasje. 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 Oh, kijk. Hij gaat open. Ik heb een wasje. Hier, dit het. Oh ja, hij gaat open. Nou, kom maar mee naar binnen, Toos. Goed in de gaten houden, maar niet. Toos, niet zo snel. Niet zo snel, joh. Maar waarom zou Gerard hier naartoe zijn gebracht? Naar een lab? Wat heeft het? Gerard zat in de... Laboratorium, decontamination, cold room. Hey Toos! Hey Henkie! Ja, we gaan verder. Oh, wacht, kijk! En dan is het. Nee Toos, daar kunnen we niet heen. Oh. Zit op slot. Nou, oké, dan. We kunnen alleen het pad vervolgen. Gerard! Dit is Gerard! Waar zit je te lachen? Hij zit vast! Hij zit helemaal vast, Gerard! Oh ja, wacht. Nee, kom eruit! Pak hem. Gerard, kom! Gerard! Au, Toos, stop! Ja, sorry, ja. Toos, kijk nou wat ze met hem gedaan hebben. Gerard, hoor je ons? Oh, hij zit op. Hij gaat weer liggen. Gerard, wat hebben ze met hem gedaan? Oh, ik weet wat ik je moet doen. Wat moet je doen? Toos, kom terug. Toos, niet doen. Toos, nee! Ik wil je weg. Ik wil je weg. Toos, wat is Gerard? Toos! Ik wil weg. Toos! Toos? Nou ben ik en mijn schoenen en mijn bril kwijt. Ik kan je zeker niks meer zien. Nee. Toos. We gaan naar Gerard toe. Toos, Gerard is de andere kant op. Toos, hierheen. Toos, doe je ogen open, Toos. Ja, ik kan niks zien. Toos, jij omdat je ogen dicht hebt. Ja, nee, jij hebt mijn bril afgeslagen. Oh, nou kom maar deze kant. We gaan Gerard rennen. Ik voel het aan mijn voeten waar jouw trillingen zijn. Hij doet het weer. Gerard. Wat doet hij? Wat is hij aan het doen? Ja, geen idee. Gerard, sta...
Sta nou eens op. Zeg eens iets tegen ons. Oh, is zijn er geen... Kijk een bounce dan. Zijn er geen Oh, we gaan iemand zoeken die ons kan helpen. Want ik krijg hem niet open deze deur. We gaan iemand zoeken. Kom. Henkie, kijk. Ja? Als je hier even heel goed kijkt. Ja. En ook hier. Ja. Ja. Dan? Ja. Dan zie je hier alle veiligheidsvoorschriften. Ja, toch? Maar ik wil Gerard reden. Dat is het gewoon. Ik wil alleen Gerard reden. Ja, maar kijk Henkie, snap je dit veiligheidsvoorschrift? Nee, Toos, ik ga gewoon iemand halen. Nee, Toos, ik ga iemand halen. Toos, klaar nu. Ja. Ik ga gewoon iemand halen en ik ben het zat. Ik wil gewoon het... Hoi. Wacht even. Hallo? Wacht. Gerard! Reageert hij eindelijk? Ja, hij reageert. Hij reageert. Hallo. Gerard! Ja, kijk maar. Wat zegt hij? Henkie! Ja, kijk. Wacht eens even. Waarom komt het geluid uit deze aap? Hoi! Oh, Toos. Oh nee. Wat is er gebeurd? Ik moet zo ongelooflijk poepen ineens. Oh nee. Toos, hoor je dat ook? Klinkt die aap als Gerard? Toos, wat doe je ogen? Toos, doe je ogen nou eens open? Henkie. Aap, kom terug! Aap! Hey! Ben jij Henkie? Wat is je naam, aap? Henkie, weet jij waar de wc heen moet? Wat? Ik heb echt wel een vraag aan die rij. Ik ben niet waar het ook komt. Toos, ik was gek, denk ik. Nee, sla hem neer, knuppel hem neer. Dat klopt niet. Ja, dat klopt niet. Kom hier. Hij klinkt als opa Gerard. Maar waar, Gerard, die was toch hier? Nee. Hij is weg. Oh, Toos. Ja, nu weer door het doucheputje heen. Hij is door het doucheputje. Ik snap er helemaal niks van. Toos, ik denk dat hij echt door het putje is gezakt, Jaap. Echt? Ja, ik denk echt dat hij door het putje is gezakt. Ik snap er helemaal niks van. Hoi, Gerard! Oh, Toos, hij staat achter je. Althans, de aap staat achter je. Wat is jouw naam, aap? Ik word zo ongelooflijk reed dan als je dan daar gaat het hierheen. Maar ik weet het niet waar de wc is. Ik snap er helemaal niks meer van. Dit hebben we net ook meegemaakt. Dit hebben we inderdaad net... Wie ben jij? Wie ben jij? Naam! Naam! Waar is de wc? Want ik moet poepen. Kijk me nou niet zo aan. Toos, zullen we maar gewoon meenemen? Nee. Hoezo nee? Ik denk dat dit Gerard is. Gerard! Wacht even, wat is het? Gerard! Ja. Oh mijn god, het is echt Gerard. Wat is het? Opa Gerard! Ja. Oh mijn god, Toos. Dat meen je. Nee. Wat is er nou, joh? Oh, ik denk dat Toos het niet aan. Kom maar mee. Jij weet waar de wc is. Ja, ik weet waar de wc is. Loop maar mee. Ik denk dat Toos het helemaal niet aan kan. Oh, kom maar gewoon mee. Ik ga je meenemen naar huis, Gerard. Ik heb daar een toilet voor je. Waarom ben je trouwens een aap? Ik kan echt niet zo lang. Waarom ben je een aap? Weet je, ga je nou weg? Wacht, trouwens, de deur zit op slot. We zijn de verkeerde kant. Kom maar mee, deze kant op. Maar wat was je al die tijd? De laatste keer dat ik je zag, waren we in de gevangenis en waren we bezig. En toen viel je dood neer voor mijn gevoel. Ik snapte er helemaal niks van. Het was zo eenzaam. Ik dacht dat je dood was. Waar praat jij nou over, Henkie? Ja, we waren toch samen in de gevangenis? Ja. Ja, wat is er toen gebeurd met je? Oh, toen kreeg ik even... Ik kreeg zo'n beetje wat ik heb gekregen. Nou? Ik kreeg zo gratis van. Oh, nou weet je wat, we praten er thuis wel over. Kom in ieder geval maar mee. Ja, maar wat echt leuke vakantie. Oh, die kant op. Toos! Stop! Van die knop af! Toos, we gaan naar huis! We gaan naar huis! Nee, ik wil weg van jullie. Nee, kom, we gaan de aap volgen. We gaan Gerard de aap volgen. Kom mee. Toos, rij nou naar achter. Toos, naar achter. Hij ligt onder je. Toos, waar is hij? Toos, waarom nou elke keer... Waarom nou elke keer... Oh mijn god, hij loopt achter je. Als je bent schrinnen, hoe krijg je... Stap in, aap. Stap in de auto. Stap alsjeblieft in de auto. Ik wil naar huis. Ik ben het zat. We hebben je gevonden. Of je Nee. Hij zit naast je. Nee. Toos, accepteer nou dat die aap naast je zit. Kom, we gaan naar huis. Toos, die aap, dat is Gerard. Oké? Okay? Of je het nou leuk vindt of niet, die aap is Gerard. Ja? Ik wijs je even aan. Ik ben geen aap en noem maar niet zo, want dat vind ik helemaal niet leuk. Je bent een aap! Gerard, ik heb een idee. Toos, kan je naar mijn huis toe rijden? We gaan naar Gerard. Ja, dat ga ik zeker. Heel snel. We gaan naar Gerard. Jij bent trouwens wel bevoegd om te rijden, want je hebt geen bril op! Toos, doe alsjeblieft voorzichtig. Je rijdt wel goed. Hier naar links, Toos. Toos, ook goed. Ik rijd verkeerd. Ja, hier naar rechts en dan klimmen we wel via de achtertuin. Zo, rijd maar tegen. Nee. Toos, wat doe je nou? Ik wil gewoon naar huis. Ja, ik kan letterlijk. Ik ben sinds de gevangenis niet meer thuis geweest. Weet je hoe lang geleden dat is? Henkie, je kunt veel vertellen, maar er zit een aap naast mij. Ja, dat is opa Gerard, die aap. Ik ben er zo klaar mee. Ik wil naar huis. Nou, Gerard, stap uit. Kom, stap uit. Ik ga aan je laten zien dat jij een aap bent. Ik heb trouwens mijn bijstandsuitkering gekregen. Kom hier en kijk in deze spiegel hier.
Wat zie je daar? Oh. Wat zie je daar? Je bent een aap, Gerard. Gerard, je bent al die tijd al een aap geweest van binnen, maar nu eindelijk ook een keer van buiten. Toos, pak hem. Wat? Pak hem, Toos. Toos, pak hem. Kom hier. Hij is dood. Hij is dood. Nee.